Oorschot is een prachtig dorp, midden gelegen in de dynamische Brainport regio. Met al ons erfgoed, hier de baken van Oorschot, de basiliek en het oude raadhuis. Dat maakt het gewoon heel bijzonder. Daarnaast is er heel veel groen, een ontzettend groot buitengebied. Maar wat het ook extra leuk maakt is dat er behoorlijk wat uitdagingen liggen. We hebben een stuk klimaatadaptie waar we stevig mee aan de gang gaan. En we zitten in de verbinding met Eindhoven, waar we ook de goede positie in willen kiezen. We zijn een veelzijdige gemeente die kleiner is in omvang, maar dat wil zeggen dat je dus wel heel zelfstandig mag werken. Er zijn korte lijntjes vanuit bestuur, managementteam en de collega's en medewerkers. Nou, de teammanager die heeft sowieso een verbindende rol. De verbinding tussen MT en tussen het team. Het is sowieso een heel enthousiast team. We hebben een aantal nieuwe mensen op de afdeling. We zijn bezig met een stukje structuur aanbrengen van de processen. Het is wel belangrijk dat je politieke sensitiviteit hebt, maar dat je ook de belangen kunt afwegen van je eigen team. Die schakel is heel belangrijk om daar te kunnen wegen binnen dat veld. We zoeken iemand die op een coachende manier kan leiding geven. Die toch wel een open karakter heeft, waar je die toegankelijk is. Van de ene kant moet die persoon een helikopterview hebben, structuur aan kunnen brengen, verbinding kunnen maken met de mensen, kennis van het vakgebied in de breedste zin van het woord, niet tot in detail, maar wel goed weten waar je over praat. Ja, en op die manier iets kunnen opbouwen.